as ons goed is, as Weskus goed is. Goeienaand kykers en welkom by nog 'n episode van Weskus goed is. Kan jy glo? 15 Januarie, dit beteken die eerste maand van 2020 is amper die helfte. Nou my naam is Elton Les en hierdie week vat ek vir jy weer oude gewoonte die Weskus in. Na sy mense, sy dinge en wat hulle doen. Soos ek altyd sê, Weskus goed is, is deur die Weskus, oor die Weskus en vir die Weskus. Nou in vanaandse episode vat ek vir jy leiplek toe. Daar gaan ons 'n bietjie rugby op die strand speel. Jy ontmoet ook 'n ontwerper uit Groenvleisstraat in Saldanha. Dan 'n interessante hiker langs die pad, iemand uit my verlede. So bly ingeskakel, moet nêrens gaan nie. Nou soos wat ek vir julle altyd sê, die Weskus mense is mal oor rugby. Hulle speel tot rugby op die strand, lang as die branders, amper in die water. Maar bly ingeskakel op kanaal 263 op DSTV, dan wys ek vir julle hoe die Weskus mense op die strand rugby speel. Emmy, team Opskip, team Laias en de crew, kan julle vir ons naar die aankondigingstafel kom asseblief? Nou mense, ek sit met Regan en O'Neill hier so. Nou hulle is voor waar jelde van die Weskus gemeenskap. Dis die manne wat die toernooi begin het. En julle daar buitenkant met al die gejaar, support vir Regan en O'Neill, dat is die Weskus positief kapiesa gaan. Sap, sap. 5 jaar gelede, ek en my vriend Regan Andrews, het ons by die moorde staan, ons ons dochterkies uitgevat. Ons het daar, ek het ons daar die oppervlakte gekyk en ons het self gevra, jong, kan, is daar nie manier hoe ons kindertjies van die pad af kan hou nie? Ons jong mense, gedurende vakansietye, ons weet ons gedurende vakansietye, vang hulle net aan wat hulle wil. En ons twee het gepraat daaroor, een beetje gebrainstorm, gedagtes gegooi en ons het het verder gevat. Ons het daarna die nodige mense gecontact oor wat ons nodig het om hierdie event te laat plaasvind. En met die gevolg het ons die nodige brieven gekry en ons het die ding begin. Ons het aanvankelijk het vijfspanne gekry, die eerste jaar het vijfspanne gekry. Had niemand entry voor je betaal, ek en Regan het ons eigen geelkies gevat. En ons het die spanne fooi prijsgeeld gehad vir hulle. Ek kan nie precies onder wat ons die bedrage wees. My vrou, Angel Bester, sy vrou, sy vrou is eindelijk door de koker, sy vrou is Regan, Regan se vrou is Leticia. Hulle twee het vir ons dienst gelever, die eerste dag. Toe ons huis toe gaan, hulle al twee was bloedrooi gebrand van werk. As ek vat aan die bout, as het zeer so hard is ons al werk. Ons is aanvankelijk 5 referees gewees, insluitend ek en Regan. Van jaar 1 af, het is ons nou gesikkel, ons het minspanne, ons het 5 spanne gehad. Ons het letterlijk en figuurlijk 2 spanne gesmeek om te kom deelneem. Maar ons is nou bij ons 5de jaar, ons staan nou op 12 spanne. Ja, dit is een idee van ons wat de werkelijkheid geword het. Al wat ons maakt, het idee was al net als een rondgehaagde bie in die dorpen, maar ons was eindelijk die ouwens wat het uitgevoer het. Het grootste koopse hier nou is dat ons het baie van die herders wat alcohol en welms misbruik voor al oor die vakansietye. Ons krijg dit nou recht om hulle vir 1 dag bezig te hou, maar het vat so klom moeite, tyd en al ons resources om dit plaas te laat vir net vir 1 dag. Ons lyk het om het vir die hele December maand te het, maar dan soos O'Neill nou gesê het, het ons die hele Weskus dorpies nodig om het een werkelijkheid te maak. So as hulle 1 dorpie, 1 week een competitie kan hou, dit beteken het, ons krijg het recht om die kinders misschien vir die hele schoolvakantie kan bezig hou. Maar tot zover toe is ek baie in my noppies aan myself. Ek kan amper self op die skouwer tik, want soos het begin het baie klein. Hy het nou begeet om te mensen dat ons twee vrouwens het vir ons gehelp op die eerste dag. Hulle het hier in die zon gesit en vir ons die scores gehou en die fluitjies geblaas en sikker die man waar ek en hy die referees gespeel het. Paaspanne het gesien en ingekoop daarin. En dit is waar ons vandag is, maar het lyk op hier nog baie potentie, alles vergroei.
rest of Julius ek is van Vialderig, Rijklik Noord. Die tournament hier bij ons in die Westkust is baie lekker, jullie moet dit kom geniet. Het kom elke jaar, die 26ste, is hulle ons hier so op die strand, hier bij Telekaan strand. Goeiemiddag allemaal, mijn naam is Nico Doon. Ik is een ondersteuner van Team Lions. En soos jy kan sien, is Team Lions die afgelopen 4 jaar die kampioene by die Tatsies. So, ons is positief. 2019 gaan ons weer die Tatsies wen. En Team Lions is geassocieer met Team Robbels. So ons is aan die gang. Ons gaan het weer wen. Wat dink jy, wat het gemaak dat jy die afgelopen 5 jaar nog gewen het? Elke dag oefen. Dat het geleid dat ek succes heb. En dan waar oefen jylle? Ons oefen nie op die sport. Op die sjelle sport? Op die sjelle sport. So jylle ken die season? Goedemiddag, mijn naam is Bremel Eersel. Kaptein van die Hooikrant Bogos, maar het is naam getreed naar die Bogos toe. Om rede. Die Hooikrans het toegemaakt, zijn ze dus naam van Hooikrans Bogos af naar Bogos toe. En die tournament van mij zo ver is alright. Bitter officials, zo is kan niet klaar niet. Oké, zo wat denk je, wat ga je dan maken helpen? Ik zal maar zien hoe gaat het. Nee, als ik me nu eens leed maak, zal ik niet zeker scoren. Dus die mannen rondom mij, wat ik niet mee kooi maak. Ja, nee, ik denk dat het een lekker dag voor de mensen om uit maar de vieren die samen spelen. Dus. Dus hoe zijn de omstandigheden met jou als de vieren niet samen spelen? Nee, de omstandigheden is voor de spelers is het bitter. Van ze raken gewoon moe. Als je warm is, raken ben ook bij vieren, is het blij cool. En sinds voor de toeschouwers zal het een beetje moeilijk zijn. Dankjewel mijn meisje, pat op dat win of wat? We spelen nou kort als een of ons sterk op pad om finals te gaan winnen. Dankjewel mijn meisje. Ja, Team Lions! Team Lions! Team Lions! Die Tats rugby op Leiplek laat mensen maar nog fris en recht voelen voor 2020. En ook die mense op die straat te man nogal kwaai geïnspireer. Maar kom ons gooi groen vir die straat toe, na Wilfred Philippus toe. Veldverslaggever Joy Lakabane het bykie daar vir hom aan die huis gaan besoek en met hom gaan gesels. Wilfred Philippus, geef ons een achtergrond wie Wilfred is. Wilfred Philippus is een seun wat gebore en gebred en batte in Saldanha Bay. School gegaan, my hele loopbaan school gegaan hierso. Groenvliesstraat kind. Een van die straten wat voorheen gesien was as die moord en roof afdeling. So rof was die straat gewees, ja. Wilfred, Web Inventors, waar het Web Inventors vanaf gekom? Wie en wat is Web Inventors? So, Web Inventors, die naam, bestaan uit my naam uit, is Wilfred Albert Philippus. Moet nie vir my roep vir my tweede naam nie. En dan Inventors is amper soos iemand wat iets niets beginne of iets beginne wat daar reeds exist, maar het in sy eie authentistiek manier. Ja. Die Afrika thema. Verduidelik vir ons precies, hoekom die Afrika thema, soos die continent, op jou t-shirts, waar dit begint? Die African continent was nog heel te daar geweest. En toe ek nou my naam so skryf, Web, toe besef ek, maar die African is actually die middelin. Die okay. W-I Africa P. So, dis waar ek besef het, nee, dit moet African wees.
ik heb nou al mensen gekregen wat van mij gezegd, kom eens doen voor jou een logo. En dan halen de Afrika, dus ik nee. Die Afrika continent zal daar blijven. Oké, so die design het alles ook beginnen toen ik mijn interest wat ik had in Afrika. Toen ik één keer of laatst jaar toen ik weer naar rollercoaster gegaan en toen ik nou van mijn tattoo uitgestiek op mijn been, een Afrika vlag. Toen ik naar die Afrika tattoo en toen die jaar toen ik nou net begonnen besef, maar die Afrika tattoo met die Afrika materiaal, combine it to me, probeer het modern maken op je t-shirt en voilà, die begint die t-shirt. Ja, dat is hoe het begint. Die 30e november was je launching. Wat is daar gebeurd? Was het een succes? Je launching? Voor wie die genoeg? Was het een speciale ding? Vertel voor ons een beetje van je launching. Ons was net basically om meer blootstelling te krijgen of meer mensen te interesseren over die Africa Way. Waar alle informatie gekregen is toe waar ik begin en waar toe ik op pad. So, ek het sekere mense genomineer om te kom en dan het die ander mense ook die hele publiek genooi wat wou gekom het na die event toe, sodat hulle ook informatie kan kry oor die future, wat gaan gebeur by Web Inventus, wat gaan gebeur en wat is daar om te verwag. Wanneer het Web Inventus geboorte gegee? So, Web Inventus het begin laas jaar toe ek met my vriendin gepraat en ek jy ken van haar. Toen ons nog gesê, wat wil sy vir jou dit as 'n verjaarsdag? En die een sê hy wil 'n kar en die ander sê hy wil dit en die ander sê hy wil dit. Sê ek wil graag my eie besigheid begin wanneer ek 30 raak. Wilfred, jou familie en jou ouers, hoe voel hulle oor? Of wat sê hulle van Web Inventus en hoe voel hulle oor jou besigheid? My familie en my vriende is die supportive mense, Joy. My ma is die ene wat altyd, ek weet nie of sy het net doen nie, maar sy sal elke ding wat ek aan het, of ek nou werk toe gaan of ek nou gaan swem of whatever, dan sal sy vir my sê ek lyk mooi. Dan sal sy vir my raai sê. En ek het later gedink in die spiegel gekyk, man, die Here weet alleen, hoe kan my ma sê ek lyk mooi? Maar ek dink dit moet alles by die huis begin. As jou ouers vir jou aanvaar soos jy is en jou ouers sien vir jou okay met jou, hoekom sal jy nou worry wat ander mense sê? En dan my vriendekring, ons kom nou al meer as 20 jaar aan, en van ons is saam kres gegaan, van ons is saam by die primary school, saam ons is saam by die world school, en saam ons is saam universiteit toe gegaan. En nou ons is adult, en ons is adult opgroei. As is nog steeds vriende en ons weet precies waar die een gegaan het. So wanneer een van ons vriende opstijg, support die anders die een persoon 100%. Wilfred, ek sien hier lê 'n shortie, 'n broekie. Sê vir my, is dit deel van jou design, is dit deel van jou label? Kan jy die broekie met die t-shirt koop? Hoe werk dit? Want ek sien die broek is heel Afrika. Okay. So, van die t-shirts het ons het nie spesifieke materiaal nie, maar mense kan keuses, as jy nou vooraf boek, nee, dan kan jy vooraf order, dan kan jy besluit wat die t-shirts jy wil hê. Van dit beteken dit dat ek nou, mos nou tyd moet vat om die t-shirts of die materiaal te gaan kry, as ek nou net die het nie. En dan ook kan jy besluit wat die kleur t-shirts jy ook wil hê. En dan, van ons nou mos nou obviously vorentoe beweeg na die, naar die soorts toe, dan wil ik het graag zo. Zoals je kan zien, die t-shirt pas bij die soort. Het was lekker om met jou te gesels, Wilfred. In die comfort van jou eie kamer. Wees ingeskakel bij Weskus Goeders, kanaal 263. Ons is nou weer terug. Nou, na Wilfred se inset is al wat ek maar kan sê is, met sy Afrika inspirasie, Viva Wilfred, hou so aan. Maar daar is 'n ander story wat ek vir u na toe wil neem. Toe ek daai tyd in Lengwel gebly het, toe was hy so 'n klein mannetjie, net voor ek nou uit Lengwel het getrek het, man. Sy naam was Hilton. Nou, kan julle raai, op 'n trip af op pad om 'n inset te gaan skiet in Lengwel, toe ek my so links kyk, toe sien ek 'n man hyk teen die pad nat gesweet. En raai wie was dit gewees? Niemand anders as Hilton. So kom ons tel die hyker op en ons luister na sy storie. Baie dankie, Sonia. Ja, ek kom van die reep af.
kijk eens zo. Het zijn nog niet meer van mij, nee. Ja, ik kan over jou. Ik heb voor een jaar mijn opofferings, mijn familie, mijn. Kom ik zeggen, mijn dingen wat ik moet voor je huis gaan doen. Ik kom hier in Oostkring zitten. En toen doe ik die werk. Wat mijn hart gelukkig maakt is. En mijn plezier is om voor alle te komen zeggen dat die jaren leven, dat is hoop. Alle kant ik kom, dat die jaren nog voor de tweede kaart zijn. Niet die feit dat. Dat buitenkant het lekker overleven gegaan. Mijn man lukt een pijper geslaap. Was uitgegooid, het gevoel dat de ouders ging niet om me in. Net om voor hulle dat te komen zeggen. Waar ik hier voor mijn dagelijkse brood. Maar hij heeft gewoon zin. Dit honger, dit honger gaat slapen. Nog honger gaat slapen. Volgende jaar wil ik hier kijken. Dat ik hem klaar doe. Ik wou verderen, hoe kom ik nou zo aan die counseling bezig? Ik kan naar de school toe gaan en ik naar de school gaan vragen wat zijn problemen zitten. Is er een manier dat onze kinderen kan accommoderen voor de voor de klas? Nee, ik heb nu al voel als ik stiek met mensen gesjaars rondom. Want ik zeg, dat zijn ook mijn passie. Ik kom geen lief van mij en het voel voor mij kan met mensen. Net zo, sommige vallen op de straat, ook vat ik hulle gesjaars een beetje hoezet. Nee, broer, zo moet ik dat zeggen. Nee, man. Maar niet van mij zeggen dat. Ik moet de kiek slaan, ik moet de iets slaan. Als je die moet werken, want ons allemaal het, hoe kan ik nou zeggen, als ik nou zeg, beginners. Experimenteer. Als ik alles begin bij experimenteer, zodat ik zij kan hem loszoeken. Die andere dingen dat ik met hulle bij je praat is, hoe kom blame je iemand? Hoe kom zoek je altijd iemand om te blame voor dat wat ze doen? Maar die persoon zit in die situatie. Hij persoon ook hier, maar zij blinkt hij persoon. Dus ik kan nu voor dagen dat ik met hulle praat, een beetje rondom wijsheid. Wat gaan gepaard met wijsheid? Terwijl God voor Mozes roept, Mozes slaan een man dood. En God gebruikt voor hem. En hij heeft die wijsheid gekend, maar hij heeft het van God afleerd. En dat is waarom ik zei altijd, mijn hart moet schoon zijn. Ik moet schoon zijn om met jullie te kunnen praten. En het pretende. Dat is wat ik zeg. Ik kan niet pretende. Dus ik wil zeggen, als je hier zit in de klas en je pretent en je tijdperk is om, dan gaan ze faal bij de kant. Want ze het vorig. Verlede week was matriek uitslaa landwijd. Bij een van ons plaaslike skole, Weston, was die gemoedere vol. Kom ons gaan loer in by Weston en gaan kyk hoe die matrikulante op hierdie dag gevoel het. Ek is Jayden Erasmus, ek is van Weston Hoërskool. Hoe ek nou voel is, ek is 'n bietjie angstig en so, maar ek is gereed vir my uitslaa. As net voor en toe kyk, as al, dankie. Mijn naam is Brent Afrika, ik ben leraar bij Weston Hoërskool. Voor Trick 2019 gaan we mijn uitslag halen. Ik is bijna nervous, maar ik is positief over mijn results. Okay. Ik ben Morten Richards, ik ben leraar bij Hoërskool Weston. Ik is bijna op mijn zenuwen, zo wat gehoord. En nu moet ik tijd niet aanbreken om het koffer te krijgen. Ik is in Malaysia. Ik is nu een beetje bijna nervous, want ik sta nu hier voor de zaal. Nee, ik weet niet, ik kan niet verwachten de eerste, maar ik denk ook in de eerste zaal gebeuren. Want ik voel, ik heb me alles ingezet. Maar ik is een beetje bijna nervous nu.
ik is Lucas Snijders. Ik weet niet hoe ik voel, ik is bijna trots op mijn klas. Ons is 100% slaagcijfer. En ons allemaal, ons lieve biep, dat om te verwachten. Dat was moeilijk dit jaar, maar ik is trots op allemaal en ik is trots op mezelf. Dat is nu klaar. Ik voel baie excited, want ek het geslaag en ek ga university doen, so ek is baie excited. Ek is Elwin Vrafon, principaal hier by Hoërskool Western, waar ons vandag op 8 januari die uitslag vier van ons leerders wat werkelijk hard gewerk het. Ons het een goeie slaagpercentasie behaal, ten spuite van al die uitdagings wat ons leerders op 'n dagelikse manier geconfronteer word, het hulle goed gedoen. Ons dank en waardering vir hulle harde werk en vir al die ouers met hulle ondersteuning. Sonder die ondersteuning van die ouers en die leerders se toewyding kon die skool nie dit vermag met die uitslae van 2019. Ons wil al hierdie matrikulante wat suksesvol was sterkte toewens met hulle toekoms. En ons wil glo dat hulle dit self ver sal maak in die lewe met sukses, want Western was nog altyd 'n baken van hoop vir ons leerders hier langs die Weskus. Baie dankie. Via ek, Jayden Erasmus, ek het my uitslag gekry, ek voel baie positief, ek het geslaag en so. Ek kan nie nou sê, ek moet nou net weer kyk wat ek voor en toe gaan doen. Misschien studeer. Nou, soos my oma gesê het, alle goeie dinge kom aan die einde. Vanaand se episode is ook op die einde. Maar volgende week is ons terug, binnen die sitkamer of waar jy ook al kyk na Weskus Goeters. Op kanaal 263, op DSTV. Om 6:30 elke woensdag. Afvat ek hier die Weskus. So bly altyd ingeskakel en mooi bly.